gaan even een korte terugblik nemen naar het atoommodel van Rutherford. Waarschijnlijk hoor je totaal niets nieuws, want het atoommodel van Rutherford is in de onderbouw al een keer behandeld en is ook bij scheikunde al vaak langskomen. Maar toch nog even de belangrijkste eigenschappen van het atoommodel op een rijtje, want die gaan we later in dit hoofdstuk wel nodig hebben. De belangrijkste eigenschappen zijn dat een atoom bestaat uit twee onderdelen, een kern met daaromheen een wolk van elektronen. Dat de kern positief geladen is en dat de elektronen die eromheen draaien negatief geladen zijn. Wat ook belangrijk is, is dat verreweg de meeste massa zich bevindt in de kern en dat de elektronen bijna geen massa hebben. En de massa van de elektronen is zelfs zo klein dat we ze vaak gewoon verwaarlozen. Dus we doen net alsof alle massa in de kern van het atoom zit. De elektronen kunnen alleen bewegen in vaste schillen. Dus ze kunnen niet op willekeurige afstand van de kern hun rondjes draaien. Maar er zijn vaste afstanden waar een elektron zich kan bevinden. Nou, dat is verder voor het verhaal rond relativiteit niet zo van belang. Maar dit komt later, dit jaar komt het nog wel eens een keer terug als we gaan kijken naar licht. De kern bestaat uit twee onderdelen, een aantal protonen en een aantal neutronen. En daarbij hebben de protonen dus een positieve lading en de neutronen zijn neutraal. Uiteindelijk is een heel atoom elektrisch neutraal, omdat er altijd evenveel elektronen zijn met een minlading als protonen met een pluslading. Dan deze notatie. A is Z plus N. Wat wordt hier nou mee bedoeld? Hiermee wordt het volgende bedoeld. Z is het aantal protonen wat zich in de kern bevindt. N is het aantal neutronen wat zich in de kern bevindt. En die twee kun je bij elkaar optellen en dan krijg je het getalletje A. En A geeft dus eigenlijk aan het aantal deeltjes wat zich in de kern bevinden. Het aantal nucleïden, zoals dat dan heet. Deze formule nemen we even mee dadelijk naar de tweede sheet, want daar gaan we er ook wat afspraken mee maken. Goed, hoe gaan we al die verschillende atoomsoorten nu netjes noteren? Nou, er zijn een aantal afspraken over gemaakt, die gaan we even doornemen. Het is belangrijk dat je dat wel goed doet. En er komen ook nog een paar dingetjes bij kijken, die heb ik even onder elkaar gezet. De eerste is al heel belangrijk. Wij gaan in dit hele hoofdstuk, en daar beginnen we dus nu mee, heel veel gebruik maken van tabel 25 van de BINAS. Dat is de isotopentabel. Daarin staat een hele grote heel groot aantal verschillende atoomkernen die te vinden zijn in de natuur of die door de mens te maken zijn. Daarbij moet ik meteen vermelden dat niet alle atoomkernen in de BINAS staan. Dus het kan best wel eens zijn dat je een opgave maakt met atoomkernen die niet in de BINAS staat. Dat wil niet zeggen dat de opgave niet klopt, maar de BINAS is gewoon niet 100% dekkend. Er zijn ook nog steeds isotopen die niet in de BINAS weergegeven zijn, maar die wel te maken zijn. Nou, deze formule gaan we weer meenemen. A is Z plus N. En we gaan dadelijk Z en N, dan gaan we afspreken in welke eenheid dat we die in gaan vullen. Daar kom ik zo op. Even nog één zijstapje. Nou, het is niet eens zo onbelangrijk zijstapje. Als je twee atomen hebt waarbij het Z-getalletje hetzelfde is, oftewel het aantal protonen in de kern hetzelfde is, maar N varieert tussen beide atomen, dus het ene atoom heeft meer neutronen dan de ander, dan heb je te maken met twee isotopen. En twee isotopen wil zeggen dat de twee atomen tot dezelfde stof behoren, want het aantal protonen maakt de soort stof waar je het mee te maken hebt. Dus ze hebben vrijwel alle stofeigenschappen hebben ze hetzelfde. Er is slechts één klein verschilletje. Het ene atoom is net iets zwaarder dan het andere atoom, want het ene atoom heeft net één of meerdere neutronen meer dan de ander. Dan heb je dus te maken met isotopen. Als je nu kijkt in tabel 25, in de isotopentabel, dan kun je daar de massa van elk atoom opzoeken onder de kolom atoommassa. En dan zul je zien dat die massa niet is uitgedrukt in kilogrammen, maar in uutjes.
En dat is gewoon prettig, want als je het in kilogrammen zou opschrijven, dan krijg je alleen maar zeer kleine getalletjes die ook niet zoveel zeggen. En zo'n uurtje zegt veel meer. Want 1 u is, origineel hebben ze afgesproken, 1 u is 1/12 van de massa van een koolstofatoom. En dan kom je heel dicht in de buurt van de massa van een proton of de massa van een neutron. Dus de massa van een proton uitgedrukt in u ligt heel dicht bij 1. Dus ongeveer 1 u. En de massa van een neutron is ook ongeveer 1 u. Als je dan de atoommassa van een bepaald atoom opzoekt, ik pak bijvoorbeeld koolstof 12, dan zul je zien dat er staat 12 bij atoommassa. Dan weet je eigenlijk ook meteen hoeveel neutronen en protonen er samen in die kern zitten. Het getalletje wat je dus afleest bij atoommassa is eigenlijk de A in de formule. Deze A kun je dan aflezen. Bij de meeste atomen die je afleest in de binas komt er niet een mooi geheel getal uit. Wat je dan doet is je rondt het af naar het dichtstbijzijnde gehele getal en je hebt je getalletje A en je weet dus het totaal aantal neutronen en protonen samen die zich in die kern bevinden. Dat is de U, de atomaire massa-eenheid. In tabel 7 van de binas kun je natuurlijk weer opzoeken hoeveel kilogram nu eigenlijk 1 U is. Want soms is het ook wel handig om te weten. Goed, wij gaan een voorbeeldje kijken. De notatie, hoe noteren we nu een onbekende atoomsoort? En daar is het volgende afgesproken. We gebruiken dan twee getalletjes, de A en de Z, het aantal deeltjes in de kern en het aantal protonen in de kern. Het aantal deeltjes zetten we boven en het aantal protonen zetten we linksonder. Deze grote X, daar komt dus uiteindelijk de afkorting van de stof waarmee we te maken krijgen. Nou, voorbeeldje, stel ik heb chloor en ik geef dus dat de onbekende stof 17 protonen in zijn kern heeft. Dan kun je dus opzoeken in de binas dat bij 17 hoort de stof chloor. En dat ziet er dan zo uit. Chloor 17 onder en de atoommassa heb ik opengelaten. En dat is niet zomaar het massagetal dus. Het massagetal heb ik opengelaten, want als je nu kijkt in de binas in tabel 25, dan zie je bij chloor 17 dat daar maar liefst 6 mogelijkheden zijn. Er zijn 6 isotopen van chloor, variërend van een massagetal van 34 tot en met een massagetal van 39. In de vijfde kolom van tabel 25 kun je ook zien welke van al die isotopen er nou ook daadwerkelijk in de natuur voorkomen. En dan blijkt dan bij chloor maar 2 te zijn. Alleen chloor 35 met een massa 35 en chloor met een massa van 37 komen in de natuur voor. In de verhouding 3 staat tot 1, dus ongeveer 75% is chloor met een massa van 35 U en 25% is chloor met een massa van 37 U. Stel, nou laten we gewoon eens een waarde pakken. Chloor met een massa van 35 komt het meeste voor in de natuur. Hoe zouden we dat dan moeten gaan opschrijven? Nou, dat ziet er dan ongeveer zo uit. Dan hebben we dus te maken met chloor. Een massa van 35, die zetten we hierboven neer. En 17 protonen zitten in de kern. Dan kun je dus zo opschrijven: chloor 35, 17. En iedereen met een beetje opleiding weet dan precies over welke atoom je bedoelt. Er zijn nog meerdere mogelijkheden om het op te schrijven, want zoals ik al zeg, eerder heb gezegd, chloor heeft altijd 17 protonen, dus die 17 is eigenlijk een beetje dubbelop. Soms zie je het ook wel eens zo opgeschreven worden, 35 en chloor, want immers die 17 die haal je wel uit het feit dat je te maken hebt met het element chloor. De derde wat je wel eens tegenkomt is in deze vorm chloor en dan een streepje en dan 35. Hetzelfde verhaal dat er 17 protonen in chloor zitten, hoef je niet te vertellen. Met die 35 geef je de atoommassa aan. En als je bijvoorbeeld te maken zou hebben met het andere isotoop wat in de natuur voorkomt, dan kun je meteen zien aan die 35 en die 37 met welke van de twee je te maken hebt. Dit is de notatie. De afgesproken notatie van hoe wij isotopen, atomen opschrijven. Goed. Dan nog eentje, een voorbeeldje.
Stel ik heb weer twee isotopen. Dan kun je door simpel te tellen, want het zijn natuurlijk simpele tekeningen, dus je kunt gewoon rustig tellen. Je kunt tellen dat je hier te maken hebt met 7 protonen. Ga je opzoeken in de binas, 7 protonen, daar hoort bij stikstof, hoofdletter N. Ik heb ook 7 neutronen, dus het massagetal is 7 plus 7 is samen 14. Ik heb hier dus te maken met het isotoop stikstof 14. Komt trouwens in de natuur voor. Wat gebeurt er nou als je er een neutron extra bij stopt? Nou, dat kan, dan krijg je ook stikstof, alleen in totaal heb je nu 15 bolletjes. Dus ik heb nu te maken met stikstof 15. En stikstof 15 komt ook in de natuur voor. Alleen slechts een heel klein beetje, 0,37% van alle stikstof die je in de natuur vindt, zal stikstof 15 zijn. En de rest is stikstof 14.